Jong FC Groningen staat samen met Jong Vitesse bovenaan in de beloftecompetitie Divisie A. FC Groningen en Vitesse hebben 30 punten uit 15 wedstrijden. Vanavond komt Jong NEC FC Os op bezoek in Groningen. Jong NEC staat op de vijfde plaats met 22 uit 15. En bij winst op Jong NEC kan Jong FC Groningen dus wel eens goede zaken gaan doen. Er is in de eerste helft maar één ploeg die kansen creëert en dat is FC Groningen. Dit is in de 25e minuut Arjen Hagenau die behendig Daan Disveld passeert en de actie eindigt met een schot op de paal. Prima actie van Hagenau die twee minuten later opnieuw gevaarlijk is. Hagenau ontsnapt aan de verdediging van NEC, maar schiet dan wat knullig huizenhoog over. En dat is de schuld van... Apology kwam er volgens mij en die schoot ik hoog over. Het bekende gezegde drie keer is scheepsrecht bestaat niet voor niets, dus zal het bij de derde kans voor Hagenau ongetwijfeld wel raak zijn. Bal wordt weggewerkt, Hagenau neemt over en schiet inderdaad beheerst de 1-0 binnen. Ja, mooi. De klusbal kwam ik goed voor en schoot ik hem in. En hij staat met 1-0 voor en dan wil je het eigenlijk graag uitbouwen. Hilal Ben Moussa is inmiddels geblesseerd uitgevallen. Hij is vervangen door Glenn Bijl. Als Angelo Seintje nog in de eerste helft begint aan een rush. Zijn voorzet gaat achter Hagenau langs en is te scherp voor Zeefuik. En zo gaat Jong FC Groningen de rust in met een 1-0 voorsprong. In het eerste kwartier van de tweede helft hebben de beloften van de FC het meeste balbezit zonder echt gevaarlijk te zijn. Dan is het de 61ste minuut als NEC de eerste echte kans krijgt. Ingeleid door balverlies van Van Leijenhorst. Geoffrey Castillon omspeelt Ron Jansen en passeert Stefan van der Leij. En zo staat het na ruim een uur spelen weer gelijk. Ja, als het 1-1 was, dan is het natuurlijk weer spannend. We hebben vaak genoeg meegemaakt dit jaar. Dat we dan weer in de laatste minuut een goal krijgen, dat we weer gelijk spelen. En zo. En dan wilden we dit een keer voorkomen. Na het doelpunt van NEC wordt Jong FC Groningen weer sterker en krijgt het ook weer kansen. Kopbal van Zeefuik tegen de buitenkant van de paal. Het is de tweede keer dit duel dat FC Groningen de paal raakt. En dan begint het er weer op te lijken dat Jong FC Groningen zichzelf tekort gaat doen. Helemaal als even later Hagenau, net als in de eerste helft, in kansrijke positie hoog overschiet. In de 79ste minuut is de scherpte er wel bij Hagenau. Hagenau komt oog in oog met NEC-keeper Smits, maar ziet in zijn ooghoek dat Zeefuik er beter voor staat. En die kan de 2-1 binnentikken. Van Jasko aanvallend weer van grote waarde voor Jong FC Groningen, ziet invaller Liban Abdoulaye vrijstaan. En hij schiet FC Groningen naar de 3-1. De wedstrijd is daarmee wel beslist en dus zijn de felicitaties voor Abdoulaye. Het slotakkoord wordt opnieuw ingeleid door Manjasko. Zijn voorzet komt op het hoofd van Hagenau, wiens inzet wordt verlengd door invaller Kasper Oldenburger. Jong FC Groningen wint met 4-1 en is nu alleen koploper in de belofte divisie A, omdat Jong Vitesse met 4-1 verliest van Jong Heerenveen. Man van de wedstrijd is Arjen Hagenau met een doelpunt en 2 assists. Als je het zo kan zien, dan heb je een goed rendement deze wedstrijd. En, die lijn moet je voortzetten. Ik kreeg alleen te veel kansen deze wedstrijd. Dan moet er minimaal nog één bij. Dus dat is zonde.